Zou je zich even willen voorstellen? Ja, ik ben Veerle Smets. Ik ben 22 jaar oud. En ik ben dit jaar Miss Oktoberfeest 2018 in Zittert. Ja. Wat is allemaal voor hobby's? Ik heb als hobby muziek maken. Ik speel sopraansaxofoon. En daardoor die bij de Zittertse band Baruschko en bij Fanfare Sint-Cecilia maar ook Zittert. Ja. Wie is het om Miss Oktoberfeest te zijn? Ja, dat is geweldig. Je mag alles metmaken, overal bier zijn. Nu net ook het eerste shot mogen doen bij het scheten. Ja, dat is echt super. Ja. Wie ging dat? Volderen even. En de vuurhuis stopt toch natuurlijk ook zo aan. Ja, wat echt super. Ja, met dit stralende weer hier, de lui langs de kant. Wat echt geweldig. Ja. Worden er stingen er veel lui langs de kant? Ja, er stingen aardig het lui langs de kant. Soms wordt het een beetje krap met de wagen. Ja. En nou is Vredig natuurlijk ook wel een optocht, hè? Ja, Vredig ging ook wel de optocht. Dat waren de parade dan van de VDL op vrijdagavond. En toen waren het ook super met alle lampjes, want toen waren het duister. Dus het was bij een hele andere beleving. Ja. En wat hebben ze nog allemaal gedaan? Ja, deze dag, de laatste dag. Je noemde net met het shit, ik heb de parades gehad. Ik ben ook regelmatig gewoon in de tent geweest. Ik heb artiesten aangekondigd. Dus ze blijven wel bezig. Ja, en de komende dag? De komende dag staan nog heel veel leuke dingen op het programma. Het is eigenlijk te veel om op te nummeren. Ik zou zeggen, kijk op de website, kijk op internet wat er staat. Er komt nog heel veel aan. Ja, zeker langskomen toch? Ja, absoluut. Kom langs. Want wat is er zo leuk aan het Oktoberfeest? Waarom is het zo leuk om ook Miss Oktoberfeest te zien? Ja, het Oktoberfeest hier in Zittert, dat is gewoon echt een feest op zich. Het is goed georganiseerd, het is gezellig, iedereen hoort erbij. Er komen ook lui vanuit alle windstreken komen hier naartoe. En ja, dat maakt het toch wel heel erg leuk en ook om hier mis voor te zijn. Ja, mooi. Nou, nog veel plezier de komende dag. Dankjewel, komt goed.